Goedenavond en welkom bij het webinar Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland. Mijn naam is Miranda Hurekamp en ik ben de presentatrice van vanavond. We gaan het hebben vanavond over manieren waarop je beter water vast kunnen houden en daarmee de droogte kunnen bestrijden in Oost-Nederland. Bij mij aan tafel zitten gebiedsmakelaar Daniel Nieuwenhuis van het Waterschap en Henk Jolink namens LTO Noord. We gaan specifiek in op manieren waarop agrariërs op het erfwater beter kunnen vasthouden. LTO Noord en Waterschap Rijn en IJssel hebben hun krachten gebundeld en samen een plan ontwikkeld. Hier zijn een aantal mooie voorbeelden van die wij vanavond gaan bespreken. En daarnaast gaan we nog in op de manier hoe u zich hierop voor kunt aanmelden. Nou, uiteraard zijn we ook heel erg benieuwd naar uw vragen en ervaringen. Daarnaast zullen we nog een aantal polls inzetten om uw mening te peilen en te kijken welke manieren momenteel bij u in trek zijn. Mocht u een vraag willen stellen tijdens dit webinar, dan kan dat onder in beeld via de knop om een vraag in te zenden. Daarnaast hebben alle kijkers van het webinar de mogelijkheid gehad om op voorhand vragen in te dienen en deze zullen we ook tijdens dit webinar behandelen. Mocht het nou zo zijn dat wij de vragen niet allemaal kunnen behandelen, dan zullen we daar nadien nog even een antwoord aan u toezenden. Dus op alle vragen wordt sowieso een antwoord gegeven. Heren, welkom. Hey. Dankjewel. We gaan het hebben over droogte en manieren om water vast te houden. Nou is het natuurlijk zo dat we vooral in dit nieuws berichtgeving zagen dat er wateroverlast is. Mijn vraag aan jullie, hoe staat het nu met ons gebied en het water? Nou ja, inderdaad, de laatste weken zijn we goed voorzien van water, ook in het voorjaar in 2021. Neerslagoverschot of tekort is in ieder geval niet zo groot of eigenlijk bijna niet aanwezig zoals we afgelopen jaren hebben gekend. Dat is echt een wezenlijk verschil. Maar het is wel heel erg lekker, denk ik, voor de meesten dat we in ieder geval daar belang bij hebben om voldoende water te hebben. Ja, ja. Hey, en wat is de reden dat LTO Noord en het Waterschap de samenwerking hebben gezocht? Nou, LTO Noord heeft een aantal jaren deltaplannen grijs waterbeheer in de benen gezet. Nou, dat is eigenlijk een programma waar boeren zeg maar getriggerd worden om middels goede landbouwpraktijk hun bodem te verbeteren, maar ook uitspoelen van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Nou, en uiteindelijk zeg maar, heb je elkaar nodig als waterschappen en boeren bij elkaar. Dus samen moet je de kat trekken. Nou, en vanuit die hoek is ook de samenwerking opgezet. Ja. En welke regelingen en financieringsmogelijkheden zitten achter deze aanpak? Ik ben gebiedsmakelaar voor zoet water Oost-Nederland. Provincie Gelderland heeft een substantieel bedrag ter beschikking gesteld aan LTO Noord. Dat bedrag is bestemd voor maatregelen die boeren kunnen treffen om droogte tegen te gaan, maar ook voor advies. Dat is een bedrag dat is beschikbaar voor boeren en tuinders in gebied waterschap Vlei-Veluwe en waterschap Rijn en IJssel. Nou, mocht de boeren interesse hebben, kunnen ze zich melden via het LTO-loket of het DRW-loket. Nou, en uiteindelijk zeg maar, komt een afspraak. Ik kom langs en ik inventariseer waar de behoefte aan is. En dat kan resulteren in een adviesgesprek met een erkend bureau. Maar aan de andere kant ook een subsidiemogelijkheid voor maatregelen die boeren kunnen treffen om beter met de grond om te kunnen gaan of droogte bestrijden of dat soort zaken. Of stuwtjes aanleggen, dat soort zaken. Oké. En over wat soort maatregelen praten we hier? Nou, de variëteit is groot waar boeren mee bezig zijn. Je hebt ook een aantal boeren die willen wel wat met droogte, maar die weten niet exact waar ze moeten beginnen. Nou, en dan past prima een adviesgesprek erbij. Daar krijgen ze een mooi rapport van waar een adviseur samen met de boer hun bedrijf bekijkt en waar zitten de knelpunten en hoe willen ze dat, kunnen ze dat oplossen. Nou, dan komen ze vaak bij mij terecht, want dan is dat rapport een basis om verder te gaan. Nou, je kunt bijvoorbeeld een subsidie krijgen op het uitrijden van compost, het dempen van sloten, je drainage aanpassen in pijl gestuurd. Nou, dan kun je je eigen waterpeil regelen, stuwtjes, ondiepe grondbewerking, drukwisselsysteem op de banden voor de trekkers. Er zijn heel veel mogelijkheden om zeg maar maatregelen te treffen die de impact van droogte op jouw bedrijf, dus de weerbaarheid van jouw bedrijf, kunnen vergroten. Ja, en die maatregelen verschillen dan uiteraard per situatie ja. ook. Ja. Dus het begint met een stukje advies en vanuit daar kan gekeken worden welke maatregelen er aansluiten. Ja. Vooraf gaf ik al aan, en mensen hebben een vraag kunnen insturen over het onderwerp. Een van de eerste vragen die binnengekomen daarvoor is hoe ga je samen op weg naar een werkbaar peilbeheer? Nou ja, dat is een goede vraag. We kennen in Nederland veel ingerichte systemen om water af te voeren. En daar in ieder geval pijlen op ingesteld.
De minister zei een paar jaar geleden, hou water vast, hè, wat in ieder geval goed in water vasthouden. Ja, dat is het evenwicht zoeken tussen water vasthouden en water afvoeren naar gewenst. En daar zul je het peilbeheer, afhankelijk waar de stuw het staat of komt te staan, de nieuwe stuw, zoeken naar een nieuwe balans. En dat moeten we met elkaar doen. Dus dat is niet zozeer vanuit het waterschap alleen te bepalen, maar zeker ook met belanghebbenden in het gebied. Wat wel en niet kan. En dat varieert per situatie. En daar moet je gewoon gehoor aan willen geven. Ja. En de volgende vraag die binnen is gekomen. Wanneer je op een hooggelegen kampenlandschap boert en er is binnen een straal van enkele kilometers geen watervoerende sloot aanwezig, hoe dient de grond en de gewassen dan bevochtigd te worden om de emissies van de nutriënten te beperken en dit dan graag voor een acceptabele kostprijs? Ja, wederom een goede vraag. Het begint natuurlijk heel kleinschalig, zeg maar, met name op je eigen bedrijf, om als je in zo'n hoog gebied zit, om het water wat valt zoveel mogelijk vast te houden. Dus probeer te werken met boerenstuwtjes en dat soort zaken, dat je dat water de tijd geeft om te bezakken. Nou, organische stofopbouw is natuurlijk heel erg belangrijk om het vochthoudend vermogen van je grond te verbeteren. Elke procent organische stof in je toename in je grond betekent dat je 6 mm water extra kunt vasthouden. Dan kan soms net, zeg maar, de hoeveelheid water of vocht zijn die je net door een droge periode in helpt. Er zitten uiteraard wat kosten aan verbonden. En als je nog wat meer wilt, en zeker in gewassen, in akkerbouwgewassen die een hoog saldo hebben, dan zou je natuurlijk kunnen overwegen om daar een drupirrigatiesysteem aan te leggen. Om op die manier spaarzaam om te gaan met water. Tegen relatief lage kosten van weer lage druk. Alleen installatie kost natuurlijk wel wat en je moet natuurlijk slangetjes uitleggen en oprollen. Ja. Maar er zijn best wel mogelijkheden om daar een mouw aan te passen om dat binnen een acceptabele kostprijs op je erf te krijgen. Ja, dat is acceptabele kostprijs natuurlijk ook wel een breed begrip. Dat is een breed begrip, natuurlijk. Ja. Volgende vraag die binnenkomt. Maar laten jullie wel mogelijk blijven dat bij extreem weer de van oorsprong afvoeren sloten en kanalen hun dienst kunnen blijven uitvoeren en niet de akkers onder water komen te staan? Ja, dat is een vraag die eigenlijk de afgelopen weekend of afgelopen dagen ook her en der in Nederland speelde. Ook in de Achterhoek. Ja. Extreme neerslag situaties in die zin in een korte periode. Het afvoersysteem moeten we overeind houden, laten we dat voorop stellen. Maar daarbinnen moeten we zoeken naar water vasthouden. En dat is in elke situatie verschillend. De ene gebied en landbouwfunctie kan dat beter of anders als een ander gebied met het systeem. Dus dat is niet één manier om dat te doen, maar je moet dat samen ontdekken. In extreme hou je, dus laten we dat wel voorop stellen. Laaggelegen gronden met kwetsbare teelden, vanuit de akkerbouw, intensieve teelt daarin, dan ben je gewoon kwetsbaar. Dan moet je gewoon blijven beseffen. En dat is niet op te lossen om voor enkele percelen of enkele gevoelige plekken in het systeem daar een heel gebied naar in te richten. Dus dat is tweeledig, zeg maar. Ja. Dus vooral goed kijken naar je land natuurlijk en de gevoelige plekken. Ja, dit. Nou, de kwetsbare plekken blijven overeind. Of dat nu veel of weinig regen valt, daar kan er schade ontstaan. Dat zoek je niet op. Maar als je kijkt naar het hele gebied, zeg maar, dan zul je wel water willen vasthouden binnen de normen die er zijn. En wat gewenst is bij de eigenaar. En wat zouden boeren eventueel wel kunnen doen met kwetsbare gebieden? Nou ja, het zoeken naar andere teelt, zeg maar. Dus als je aardappelpootgoed op zo'n land hebt, ja, dan is dat enorm kwetsbaar als er een paar uur water op staat. Nou, als je grasteelt zou hebben, ik weet het, dat is vanuit de melkveehouderij. Maar dan zou je op die manier in de omgeving moeten kijken van hoe hef je die kwetsbaarheid meer op. Dat is wel in bedrijfsvoeringen, hè. Misschien heb je die grondpositie ook niet om te ruilen. Maar om een keuze te maken om een heel gebied, hè, een omgeving daar naartoe in te richten voor één of twee kwetsbare percelen. Ja, dat is wel heel ver gezocht. Dat hebben we ook jarenlang gedaan en daar betalen we eigenlijk ook de rekening nu voor. Met elkaar dat we alleen maar afvoersysteem heel lang hebben gehad. En nu in ieder geval ook weer teruggaan eigenlijk naar het water vasthouden in de bodem. En dat is super belangrijk. Ja.
Een goed moment ook om even te kijken naar uw mening. Dus we gaan beginnen met die eerste pijl. Deze gaat over het zelf water vasthouden en waterbeschikbaarheid voor u. De vraag is, wat doe je nu op jouw bedrijf om verdroging voor te zijn? En de antwoordmogelijkheden zijn helemaal niets. Boeren stuw plaatsen, een sloot gedempt, drainage aangelegd of organische stof verhoogd. Dus ik herhaal nog even de vraag, wat doe je nu op jouw bedrijf om verdroging voor te zijn? Helemaal niets, een boeren stuw geplaatst, een sloot gedempt, een drainage aangelegd of de organische stof verhoogd. U heeft nog even de mogelijkheid om te stemmen. Na de poll gaan we even een mooi filmpje starten, want we hebben beelden van voorbeelden eigenlijk. We beginnen met de boerderij van Melanie Berendsen in Groenlo, waar stuwtjes geplaatst zijn. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Ik ben Melanie Berendsen. We zijn hier in Groenlo op mijn boerderij. We hebben nu een jaar lang meerdere stuwen geplaatst om water vast te houden. We hebben 3 jaar lang droge zomers gehad en dat was voor ons een reden om stuwen te plaatsen. Afgelopen 3 jaar is hier weinig regen gevallen. Als je op de buienradar kijkt, alle buien die kwamen niet aan. Dus ja, heel erg jammer. Dat was voor ons een reden om stuwen te gaan plaatsen. We hebben meerdere stuwen geplaatst om het water zo proberen vast te houden. Dit jaar is er eigenlijk best wel mooi regen gevallen. Toch zie je, nu heeft de afgelopen week is het warm geweest, dat het gras toch snel in de stress raakt. Dat kun je ook wel heel goed zien. Wanneer je deze sprietjes ziet, dan weet je eigenlijk, het gras is in de stress. En dat komt dat vooral als je net gemaaid hebt en dit is het eerste wat weer opkomt, dan zegt dat iets over wat er aan de hand is. Een beetje rondgekeken, een beetje rondgevraagd. En toen kwamen we er eigenlijk op uit dat LTO plannen had om stuwen aan te leggen. Zo zijn ze langsgekomen. We hebben even een rondje op het bedrijf gedaan, aangegeven wat wij zelf dachten, wat zij dachten dat eventueel goed zou zijn. Zo kwamen er bepaalde plekken naar voren van hier kun je er een zetten, daar kun je er een zetten. Als ik nu kijk van hoe ze het doen, er staat water voor. Dat is mooi, maar het is gewoon deze zomer heel erg lastig te zeggen van heeft het effect. Want als je naar de weilanden kijkt, ze zijn groen, we hebben op tijd regen gehad. Dus het is nu gewoon even lastig te zeggen of ze echt effect hebben gehad. Wat ook een punt is hier, is dat het afloopt. Er zit zo'n 6 meter, zo'n beetje verschil in, van het hoogste naar het laagste punt. En het was eigenlijk waarschijnlijk mooier geweest als we meerdere stuwen hadden geplekt per perceel. Meerdere stuwen, dat we meer water zo vast konden houden per perceel. Dan had het een betere uitwerking gehad, denken wij. Je wilt toch wat doen, want je bent ondernemer. Je denkt van ik wil ervoor zorgen dat ik wel opbrengsten blijf houden van mijn percelen. Want het is gewoon best wel jammer dat je een leuke lap grond hebt waar je niks mee kan doen met deze droogte. Ja, dit was een mooi voorbeeld van Melanie Berendsen. Heren, voordat we even ingaan op het filmpje, wou ik nog graag even een terugkoppeling doen op de poll die voorbij is gekomen. Als ik even alle antwoorden voorbij ga, dan is 36% die zegt momenteel niks te doen. Dan hebben we 25% die zegt het verhogen van organische stof. Dan is op 18% gelijk geëindigd een boeren stuw plaatsen en een sloot gedempt. En 4% zegt drainage aangelegd. Wat zegt deze antwoorden jullie? Nou, in ieder geval blij dat toch het overgrote deel van degenen die de poll beantwoord hebben, dat die wat doen. Ja. Daar begint het natuurlijk mee. En als je natuurlijk kijkt naar de 3 droge jaren die we gehad, dat heeft toch een financiële impact op heel veel bedrijven. Dus de noodzaak om te kijken naar andere maatregelen en anders om te gaan met je bodem is van essentieel belang. Ja. Ik ben wel blij dat deze uitslag er is. Oké, dus de 36% die zegt niks, baart geen zorgen? Nou, baart geen zorgen. Nee, het is ook wel, je moet anders leren omgaan met je grond of met je waterafvoer. En dat is ook een beetje een zoektocht. Je ziet vaak dat als boeren een aantal zijn voorloper, en dat duurt het vaak toch 2-3 jaar voordat de omgeving het oppakt en zegt van hey, dat is wel een goede zet waar die man of vrouw heeft gedaan. Dus er zit een soort vertragingsslag in en ik denk dat dat de komende jaren gewoon gaat komen, dat die 36% ook aan de gang gaat met een of andere maatregel. Ja, nou hebben we net natuurlijk gekeken naar het filmpje van Melanie Berendsen. Wat vinden jullie hiervan? Ja, goed. Ze pakt aan. En dat is belangrijk. Je kunt stil zitten en aangeven, ik kan niks doen.
Maar het gesprek aangaan en wat je kunt en de middelen pakken optimaal benutten rondom bedrijfsvoering is alleen maar goed. En zeker het verhaal wat ze uitlegt heeft meerdere kanten. De ervaring die ze opdoet, dat ze aangeeft van willen we toch iets anders dus optimaliseren. Nou, dat bereik je ook alleen maar als je aanpakt. En ook zelf ervaart wat het voor je situatie betekent. En dat vind ik mooi aan terug te zien. Ja, dit is natuurlijk een van de voorbeelden hè, van de samenwerking. Maar hoe gaat dit verder in je werk dan? Want jij krijgt het bericht en wat gebeurt er daarna? Nou, ik krijg het bericht, er wordt een afspraak gemaakt, in dit geval met Melanie vorig jaar. Ze geeft aan wat haar plannen zijn. Nou, we bespreken de situatie. Ik ben inmiddels bij heel veel bedrijven geweest, dus links en rechts heb ik heel veel dingen gezien. Dus ik kan ons daar redelijk in adviseren wat is handig of wat is niet handig. Nou, hun hadden zelf al een idee van, we willen graag stuwen plaatsen. Nou, en uiteindelijk komt het dan dat die dingen geplaatst gaan worden. Er moet eerst nog verder komen, zeg maar, dat we weten wat het gaat kosten. Achter mij zit nog een beoordelingscommissie die kijkt één keer de vier weken even mee naar de aanvragen. Wat past het binnen de kaders van de regeling? Nou, als die groen licht geven, dan kan zij verder. Dus ze heeft toen de stoeltjes laten plaatsen. Ik werk het af met de aanvraag, met de betaling en dat soort dingen. En dan heeft ze met een week of zes de subsidie binnen. Ja. En dan is ze aan de slag en kan ze profijt trekken van de investering die ze heeft gedaan. Ja. Jij ontzorgt heel veel romslomp is misschien een oneerbiedig woord, maar wel heel veel papierwerk en het regelen van de subsidies. Gewoon die hele papierkraam, wat boeren toch heel veel in hekel aan hebben, die neem ik ze uit handen en ik ontzorg ze daarmee. En dat ze gewoon hun ding kunnen doen, hun dagelijkse dingen op hun bedrijf waar ze lol in hebben. Ja. Nou, en daar ontzorgen we ze mee en dat ze wel heel snel die stappen kunnen zetten als ze dat willen. Ja. Dan wil ik toch nog weer even ook een terugkoppeling maken naar vragen die op voorhand ingestuurd zijn. Even kijken, de vraag die als eerste komt is: hier en daar zie je stuwen in sloten en beken in Aalten en Winterswijk. Mijns inziens zijn dat er nog veel te weinig. Wanneer zou er in elke sloot stuwen aanwezig kunnen zijn? Ja, dat is een goede. Ja, dat zie je ook wel in het verhaal van Berendsen terug. Wat Henk ook aangeeft, in de kaalsloten of eigen sloten, daar gaat vooral een stuw vanuit de regeling is de mogelijkheid. Als waterschap zijn we ook sinds 2018 in gesprek geweest met stakeholders zoals LTO, maar ook natuurbeheerende organisaties. Hoe kunnen we bewustwording vergroten? En wat betekent dat voor ons eigen watersysteem? Nou, dat zie je hier ook op die foto op de achtergrond. Dan pakken wij het door. Als belanghebbenden, één of meerdere, die de grondpositie hebben en iets willen, dan verwezenlijken vanuit de behoefte en de bewustwording eventueel een stuw. En dat ziet de vraagsteller, in dit geval in Aalten, Winterswijk net zo, ziet enkele voorbeelden en die herken ik, want waar Henk komt, kom ik ook, of soms apart. En dat is helemaal niet erg, maar we versterken elkaar, omdat we elkaar wekelijks gewoon spreken waar interesse is vanuit de regeling of in ieder geval ook binnen het waterschapsgebied van sloten. Daar zijn wel dingen mogelijk, alleen als je de vraag stelt, dan moet je even bij de juiste man aan tafel komen. Dat kan via Henk of via mij en als het voor het waterschap is, dan kom ik uiteindelijk aan zet. En dat ziet hij dus in Aalten, Winterswijk ziet hij dat terug en waar mensen iets willen, dan kan het alleen maar meer groeien. Ja, nou zie ik net een mooie vraag binnengekomen voor jou, Daniel. In welke sloten mogen de boerenstuwen geplaatst worden? Alleen in de kavelslootjes of mag dit in de grotere sloten waar het waterschap maait en het onderhoud doet? Ja, dat is een definitiekwestie. Boerenstuwen zegt het ook wel. Die mogen in de kavelsloot. Daar is in principe geen afstemming met het waterschap nodig. Op het moment dat ik met een veldbodemkundige in gesprek kom met eventuele boeren of boeren, ja, dan lichten we het systeem door en de gewenste locaties brengen we in beeld. Nou, dat kan in de kaapslot zijn, nou, dan weet ik Henk te vinden in dat uiteindelijk in het contact. Maar als het in onze watergangen zijn, dan noemen ze nu droogtestuwen, om een beetje onderscheid te maken. En in dat geval trekken wij die verantwoordelijkheid ook naar ons toe qua uitvoering en de kosten daarmee. Voor het algemeen belang om het hele systeem goed te voorzien van water of water vast te houden. En vanuit dat draagvlak wat dan ontstaan is, ja, dan gaan wij uitvoeren. En dat zie je nu wel ook zo terug.
Ja. Het is heel makkelijk dat lijntjes heel kort zijn. Kijk, als een boer een aanvraag doet voor een stuwtje en die weet niet exact welke of de sloot van hem is of van het waterschap. Kijk, ik ken natuurlijk Daniel of de mensen via het waterschap van Leijen Veluwe. Dus via de achterdeur is altijd heel snel het contact gelegd zonder dat je zeg maar als boer weer via de voordeur naar binnen moet. Dus de lijntjes zijn heel kort en ja, ik zou zeggen, maak er gewoon gebruik van, want het is heel erg makkelijk. Ja. Ja, mooie oproep inderdaad. We gaan nog even door op de stuurtjes. Vorige week heeft namelijk Omroep Gelderland het volgende item uitgezonden. En daar gaan we even naar kijken. Het werkt heel simpel. Plankje erin of plankje eruit. Als het nou van het weekend inderdaad gaat regenen, zoals we voorspellen, dan probeer je het weer tegen te houden. Dus dan die plankjes er weer in en tot dit niveau weer vasthouden. Deze droogtestuwtjes zijn simpel maar doeltreffend, want er staat nu nog water in de sloot. Eerlijk is eerlijk, het voorjaar is dit jaar natter geweest dan vorig jaar, maar dit soort stuwtjes in boerensloten doen wat ze moeten doen. Ja, je probeert water vast te houden op het moment dat het nodig is om ook een buffer te creëren. En als het waterniveau in de sloot hoog is, infiltreert het in het land ook beter en het loopt niet weg naar de sloot. Vergelijk je het met andere sloten hier in de buurt waar geen stuwen in zaten, daar stond aanmerkelijk minder water in. Uiteindelijk is het wel zo, als het een maand of twee maanden niet of nauwelijks regent, ja, dan houdt het een keer op. Alleen in het moment van droogteschade, dat stel je uit. Je probeert het twee, drie weken op te rekken. Deze boeren in het buurtschap Lintelo bij Aalten hebben de stuwtjes sinds de herfst in hun sloten liggen. En ze zijn niet de enige. Waterschap Rijn en IJssel heeft in de Achterhoek ruim 100 stuwtjes geplaatst. Maar is dit nou een druppel op de gloeiende plaat of hebben we het over een duurzame verandering in het watersysteem? Druppel op de gloeiende plaat is het omdat het nu nog kleinschalig door de Achterhoek wordt toegepast. Maar naarmate er meer animo komt en er komen meer gebieden en aaneengesloten, ja, dan kun je spreken over bepaalde duurzaamheid. De agrariërs zien de positieve effecten. Hoe het nou gaat, geeft meer vertrouwen voor de zomer dan dat het de afgelopen 3 jaar heeft gedaan. Ja, het animo is vrij groot bij ons waterschap Rijn en IJssel. We zijn begonnen met de ballen in 2018. Winterperiode van 2018-19 om het herstel te bevorderen naar het nieuwe groeiseizoen. Groot succes. We zijn nog steeds mee bezig. Om daarbij een kleine 200 ballen hebben we wel in deze 2,5, bijna 3 jaar hebben wij uitgedeeld zeg maar, waar interesse was. En vanuit die gesprekken kwamen we al snel ja, uiteindelijk achter dat ja, alleen de bal in een kaapslot niet voldoende is. Daar zijn droogstuwen ook als een maatregel afgeleid van het gesprek over bewustwording van hoe ga je anders om met neerslagoverschot. Want dat hebben we nu nog, dat hadden we in het verleden, maar in de toekomst hebben we dat ook met klimaatverandering. Maar hoe gaan we daarmee om? Gaan we meteen tot afvoer laten leiden of niet? Nou, daar hebben we vooral het gesprek over. En daar komen dan eventueel keuzes in van we gaan het liefst een droogtestuw plaatsen. Of misschien wel voor ontdieping of demping in een waterschapsloot. Die situaties komen nu ook al tegen. We hebben nu ongeveer 300 deelnemers die geïnteresseerd zijn geraakt. We hebben met enorme toename gezien sinds vorig jaar zomer. En we hebben natuurlijk de omstandigheden gehad dat we minder mensen kunnen ontmoeten. We zijn nu deze maand zijn weer opgestart, zeg maar, in die zin van om mensen weer contact te gaan leggen. De eerste contacten zijn gelegd. En ja, daar vraag ik eigenlijk als eerste van, ja, wat wil je? Heb je nog behoefte aan maatregelen of in ieder geval gesprek daarover? Ja, zeggen ze, ondanks dat het na het voorjaar, net begin de zomer nat is, willen we toch voorbereid zijn op de periode als het toch weer droger wordt. Ja. Dat we flexibel en stuurbaar iets kunnen realiseren, daar staan we open voor. En volgende maand gaan we daar verder in gesprek mee. En dat is wel mooi, dat niet alleen het moment zoals nu hè, heel nat is, ja, we hebben geen behoefte, dat leeft wel dieper. En dat is wel, vind ik wel heel mooi om te zien. Ja, men wacht niet tot de droogte toeslaat. Nou ja, zeker. En inderdaad, wat Henk ook al zei eigenlijk hiervoor, van die impact is dermate groot geweest. En ook nog eens een keer 3 jaar achter elkaar in dezelfde hoek hè, van Oost-Nederland. Ja, dat is immens. Daar kun je eigenlijk gewoon niet voorstellen wat dat doet met mensen, met bedrijven, met hun omgeving, zeg maar. En dat is mooi om te zien dat ze daar overheen kunnen kijken dat hè, nu die korte periode zo nat is en nat is geweest, groeizaam. Maar ze willen wel weer voorbereid zijn, stel dat het komt, dat ze ook eigenlijk weten wat ze kunnen doen. Dus dat handelingsperspectief kunnen toepassen.
Ja, en merk jij dat er iets veranderd is over het denken over water en waterbeheer? Ja, zeker. En ook wel binnen het waterschap is die verandering gaande. Het is niet alleen in het gebied zelf, maar ik merk het op meerdere fronten. Bij de provincie verandert dat ook. Provincie Gelderland dan, waar wij veel contact mee hebben en samenwerken. En dat gaat gepaard met kleine stapjes, maar dat is wel een stap in de goede richting. Het gebied zelf geeft dat ook aan. Met ons programma Elke Druppel de Grond In, waar geïnteresseerden zich kunnen melden bij mij. Kunnen mij bellen, kunnen een berichtje sturen of een mail uiteindelijk. Dan geef je ook aan het eind van de uitzending nog even aandacht aan. Ja, dat is vragen gestuurd. Dus als mensen interesse hebben, ja, kunnen ze mij bereiken. En vanuit daar gaan we kijken wat er, waar de behoefte ligt. Ja. En dat is wel mooi. Ja. Nee, ik kan het helemaal bevestigen wat Daniel zegt, want ik kom ook bij heel veel boerenbedrijven en ja, sinds de jaren 50 zijn er natuurlijk heel veel ruilverkaveling geweest. En Nederland is natuurlijk redelijk op de schop geweest en dat nu boeren ook wel zeggen, ja, we hebben destijds met de kennis van toen is op een bepaalde manier een ontwatering gemaakt of een afvoersituatie. Dat mensen ook nu zeggen van ja, het was misschien toch wel wat rigoureus en ja, hoe kunnen we daar nou een vorm aan bieden om dat tegen te gaan? En boeren zijn die zeer redelijk pragmatisch. Dus ja, ze zitten niet zo te piekeren over het veranderde klimaat, maar ze kijken van hoe kunnen we het oplossen? Ja. En hoe kunnen we ermee omgaan? Dus ja, het is volop actie. Ja, ja, ik krijg een mooie aanvullende vraag binnen, dus ik gooi hem er gelijk even in. Hoe wordt er omgegaan met het feit dat wanneer je een stuw plaatst, je buurman hier last van kan hebben, doordat jij het water vasthoudt en hij geen water meer heeft? Ja, dat is een hele mooie. En die krijg ik ook aan de keukentafels bij de boeren ook wel eens voor. Ja, ik redeneer zeg maar en leg het daar ook in, eigenlijk in uit van ja, waar die druppel valt, kun je keuze maken, wat wil je ermee? Laat je hem door je drainage lopen, zonder sturing aan te geven, of laat je het door de sloot heen lopen en dus bij wijze van spreken bij de buurman ook voorbij gaan, of hou je hem juist vast op passende tijden. In die zin heb je eigenlijk keuze hoe je met je regenwater, wat valt uit de hemel, om te gaan. Alleen, iedereen in het gebied is eigenlijk gewoon gefaciliteerd dat het goed kan afvoeren en in principe alleen maar afvoert. Ja, en dat hele denken en doen, dat verandert. Dat zien wij beide op verschillende momenten, in verschillende hoeken van waar we terechtkomen. Mensen zijn soms alweer verder als dat wij bij wijze van spreken zouden zijn in het gesprek en dat is heel mooi om te zien. Want ja, die mensen heb je eigenlijk te lang niet gezien, niet gesproken. Ja. Dus in principe, ja, dat de buurman gewend is het water voorbij ziet in de stromen en dat gebeurt in één keer niet. Ja, dat is zijn bewustwording van ja, wat doet dat water? Ja. Het belangrijkste is dat water in de bodem zit. En water in de sloot betekent niet nat land, hè, een vochtige omstandigheden in het land. Ja. Dus dat zullen ze thuis kunnen testen als ze dat zo zien met een grondboor. Dan kun je zien of het wel echt klopt. Ik kwam in januari dit jaar nog tegen dat sommige lagen onder de wortelzone nog droog waren. Ondanks de hoge grondwaterstandsniveaus in die plek en volle sloten. Ja. Ja, dat zegt wel iets dat, dat je ja, bij stil mag staan, dat het toch iets anders werkt. Ja. Ja. We gaan nog even door naar een poll om te kijken hoe u er zelf in zit. En de pollvraag voor deze keer is: welke maatregelen spreekt jou het meeste aan? En ik noem wederom de opties even weer op. Een boerenstuw aanleggen, druppelirrigatie, drainage, organische stof verhogen of een sloot dempen. Dus de vraag is: welke maatregel of maatregelen spreekt jou het meeste aan? Boerenstuw aanleggen, druppelirrigatie, drainage, organische stof verhogen of een sloot dempen. Wij gaan weer even door naar een volgend filmpje. Er zijn meer mogelijkheden dan droogtestuwen alleen. Zo loopt er bijvoorbeeld experiment met vloeiweiden en druppelirrigatie waarvoor agrariërs zich kunnen aanmelden. En daar gaan we even naar kijken.
We gaan eerst nog even terug naar de antwoorden die gegeven zijn op de poll, heren. Ik zal ze even met jullie doornemen. 33% zegt organische stof verhogen. 31% zegt een boerenstuw aanleggen. Dan is op 13% geëindigd sloot dempen en een druppelirrigatie. En met 9% is het drainage. Wat kunnen jullie mee? Wat zegt dit? Worden jullie hier blij van? Ja, zeker. Het zitten verschillende maatregelen. En organische stof is zeker belangrijk, want dat bindt vocht. Of houdt vocht beschikbaar in ieder geval. Te weinig organische stof zorgt dat het water wegzakt. En een aantal druppelirrigatie, daar komen ze dadelijk nog op. Maar het is natuurlijk het is enigszins nieuw voor in de melkveehouderij om toe te passen. Op zich ook wel kostbaar. Ik kan me voorstellen, maar het is wel mooi om te zien dat het toch wel leeft en terugkomt in deze pol. Ja. Ik ga heel even snel terug, want ik zag een vraag binnenkomen, Henk, voor jou over de Veluwe, die ik je graag even zou willen stellen. Iemand die stelt, ik ken gebieden waar beken nu al droog staan, ondanks de aanwezigheid van stuwen. Eigenlijk is daar nog meer nodig. Wat kan daar helpen? En er komt nog een toelichting voor, dus ik dacht, ik wacht even voordat je antwoord geeft op wat kan helpen. Ja, wat kan helpen? Ja, ik ken de situatie natuurlijk niet. Dat is een lastige. Dus eigenlijk zou je eerst even een afspraak moeten maken om in het gebied te kijken, wat kun je dan? Inventariseren, hoe zit dat nu? En dan een plan van aanpak maken. Ja. Maar op voorhand daar een antwoord op geven, dat vind ik even een lastige in deze. Ja, de toelichting die eronder staat is, op de lichte zandgronden zakt het water snel weg, ook met stuwen. Ja. Bijvoorbeeld op de flanken van de Veluwe. Zonder regen heb je dan nog een tekort. Zijn er nog andere maatregelen die hierbij kunnen helpen? Nou, we hebben denk ik een mooi voorbeeld van klei toevoegen. We hebben een paar gebieden doen we dat nu inmiddels, ook in Hengelo, Gelderland. Er wordt zware klei die beschikbaar is, wordt in een dun laagje over de zandgrond gebracht. En met name om die silt- en lutumdeeltjes daar op te brengen, om die grond meer vocht vast te laten houden. Nou, de boeren anderhalf jaar geleden mee begonnen die in dat gebied. En die zijn er redelijk positief over. Nou, dat zou misschien best wel een optie kunnen zijn om je grond aan de bovenkant te kunnen verbeteren, om op die manier meer vocht vast te houden. Dus daar moet je mee beginnen. Maar dan nogmaals, ik zou graag het gesprek aangaan met en even op bezoek komen om te kijken wat kan er en wat kan er niet. Ja, duidelijk. En het zou mooi zijn dat we dan even samen met iemand van de waterschap Vlei en Veluwe even daar in het gebied kijken van ja, wat kun je nog meer doen dan alleen maar stoeltjes plaatsen. Ja. Nou hebben we natuurlijk een aantal maatregelen net voorbij zien komen in de poll die wij stelden. Je hebt een aantal maatregelen. Welke maatregelen zijn wanneer handig? Welke situaties kunnen mensen daaraan denken? Wanneer zou je welke maatregelen willen toepassen? Nou, met name het gaat ook vaak om waterbeschikbaarheid. Er zijn natuurlijk in de subsidieregeling waar ik voor rond ga, zijn natuurlijk een aantal machines kunnen voor aanschaffen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een ecoploeg. Nou, een ecoploeg die ploegt heel ondiep en die laat met name die organische stof bovenin. Dus die bovenste laag die hou je heel goed intact. Bijvoorbeeld een schijvenerg die werkt heel ondiep. Nou, er is een aanvraag geweest voor een ondiep werkende stoppelcultivator. Met name door een akkerbouw, dus dat je die bovenlaag heel ondiep lostrekt met ganzenvoetjes. Daardoor de capillaire opstijging verbreekt, dus dat eigenlijk niet geen verdamping meer plaatsvindt. Er zijn heel veel maatregelen, technische maatregelen, die je als boer kunnen helpen, zeg maar, om ook het vochthoudend vermogen te vergroten, maar dus ook de afbraak van organische stof tegen te gaan. Want toevoegen is één, dat kan natuurlijk, maar het is ook de kunst om te zorgen dat je niet door heel diep grond te gaan bewerken, om dat versneld af te laten breken. Dus daar zijn ook subsidieregelingen voor die hierin passen, of machines voor die binnen deze regeling passen. Ja, oké. Nou hadden we het net al over druppelirrigatie en bevloeiing. Die bevinden zich beide in de experimentele fase. Resultaten ontbreken nog. En toch is het van belang om te laten zien dat we met onze boeren in het gebied bereid zijn om eventueel dingen te proberen en te leren. En vooral ook kennis te delen. En ook daarover is een filmpje gemaakt en daar gaan wij even naar kijken. Thank you.
Ja, bedankt voor het kijken, maar de video, het geluid werkte helaas niet helemaal zoals het zou moeten. Daniel, zou je kort even kunnen ingaan op wat er in de video verteld werd? Ja, de aanleg van druppelirrigatie in een maïsperceel. In 8 bedrijfsvoeringen hebben we een proef lopen samen met de provincie Gelderland en deze boeren. Om te kijken wat dat betekent, voldoende vocht voor de nutriëntopname. Voldoende vocht is super belangrijk voor de waterkwaliteit naar het grondwaterlichaam. En daar leggen wij wetenschappelijk uiteindelijk ook vast wat daar wel en niet gebeurt. Wat enorm belangrijk is voor de volgende agenda's, zeg maar, met de landbouw, met de waterschap, met de provincie, wat wel en niet kan. En het geeft gewoon handelingsperspectief om voldoende en ook schoon water te realiseren. In ieder geval, net was in de toelichting werd meer op de techniek ingegaan, door middel van een buisje dat je op relatief vrij lange lengte in ieder geval water kunt druppelen. Door middel van een zonnepaneel of 1 of 2 met een elektromotortje kun je in ieder geval die voeding voorzien. Dus in dat opzicht zie je dat steeds verbetert en ook eigenlijk best wel relatief interessant kan zijn voor de melkveehouderij in de meisteelt. En ik denk dat het een mooie stap is, want uiteindelijk nu is het ook nog vrij nat, maar we hebben eigenlijk nog 3 maanden om de groei van de mais te volgen, maar ook eigenlijk te managen. En water wordt steeds belangrijker in de opname van meststoffen. En waar de management eigenlijk vanuit de boer al hartstikke goed is. Alleen dat vocht, ja, hoe kun je daarmee omgaan? Ja, dat is wat je eigenlijk met een druppelslang nog beter in de vingers kunt krijgen. Ja. Ja, en wat zijn de ervaringen tot nu toe met deze methode? Nou ja, de ervaring is dat de techniek zelf, het buisje, hartstikke goed werkt. Alleen eigenlijk in de melkveehouderij, wat ik eigenlijk aangaf, is het relatief nieuw. Kijk, in de tuinbouw en de akkerbouw is het wat bekender. Is ook onderzoek naar gedaan, maar in de melkveehouderij is het toch ongewoon. Hè? Je ziet of je beregent wel met een haspel of je beregent niet. Een weg daartussen zit daar niet, ook qua kosten niet. En hoe je dat in de bedrijfsvoering wil doen. Alleen je moet de keus maken dat je eigenlijk begin van het jaar de slang erin legt bij de mais, wat je hier eigenlijk ook in deze foto ziet van bovenaf. Zie je dat de trekker door de rijen heen rijdt en uiteindelijk de slangen per rij aanlegt. Maar goed, we kunnen een hele warme augustus krijgen en dan maak je wel verschil op je hectares. En dat is niet alleen in je opbrengst, in je kuil, maar uiteindelijk ook naar het grondwatersysteem, dat super belangrijk is dat je geen overschot of meer risico van uitspoeling genereert. En dat is wat wij ook in die praktijkproef visueel maken en rapporteren. En daar zit die samenwerking in. Ja, en wat gaan jullie uiteindelijk met de kennis doen? Nou ja, wij delen dat, maar we zullen ook zien dat we dat op een bepaalde manier, op bepaalde momenten weer verder brengen. Want er is veel om te doen om schoon drinkwater, schoon grondwater aan zich, is ook belangrijk. En welke bijdrage de landbouw hierin kan leveren, nou, dat laten wij zien in de praktijk. Door 8 bedrijfsvoeringen heen, iedere boer werkt toch iets anders, heeft andere ervaringen, dus daar kunnen we ook spiegelen. En dat ondersteunen wij. En ja, daar geven wij daar geven we gewoon ruimte om dat ook goed te verspreiden, hoe die feiten wel en niet liggen. Dus in combinatie met de landbouwopbrengsten, maar ook de waterkwaliteitsaspecten. Want die hangen heel erg kort bij elkaar. Ja. We gaan voor de laatste keer nog heel even kijken naar de vragen die ingestuurd zijn voor jullie. De eerste vraag is, zijn er voorbeelden waarin maatregelen tegen droogte worden gecombineerd met herstel van landschap en biodiversiteit? Het creëren van een win-win. Die heb ik niet direct. Want de aanvragen die ik allemaal binnenkrijg zijn vaak heel erg praktisch. Dus een aanvraag van een machine of dat soort zaken. Dus dat direct erachter, dat ken ik niet direct. Misschien dat Daniel daar wel voorbeelden van heeft, maar... Ja, het voorbeeld van de vloeiweide, daar hebben we net een filmpje van gezien. Ga ik wel even een kort toelichten. Het is de hoeveelheid water wat normaliter naar de rivier stroomt, ja, dat zijn we kwijt. Dat laten we eigenlijk onbenut. En wat ik eigenlijk aangaf in de situatie was dat we in januari op een bepaald perceel op hoge zandgronden, dus toch relatief natte signalen kregen. Maar in die teeltlaag toch nog lager zaten dat droog was.
Daar is vloeien, het water op het land brengen, hè, beheersbaar vanuit de boer zelf. Wat past in je bedrijfsvoering, van je grondbewerking of de fase van het gewas zelf. Is een mooie combinatie waar je dus het voorjaar wat meer veerkracht kunt hebben om eventuele droge periode aan te kunnen. Het mooie daarvan is dat de boer die brengt het waar hij dat wil op het land. En daar gaat het landschap van profiteren. We hebben in deze proef hebben we 14 dagen hebben water opgebracht. 2 uurtjes op de dag, dus even weer lucht laten halen in de bodem. Dat is super belangrijk voor het bodemleven. Anders dan krijg je een dode grasmat. Maar we kregen ook al signalen van boeren dat ze zeiden van... waar we dat deden in ieder geval in de proef. De kievieten zagen ze terug na 2 dagen. Nou, jarenlang niet gezien. Nou, dat maakt wel onderdeel uit van biodiversiteit. Weidevogels binnen landbouwpercelen verdwijnen. Ja, te droog. Niet de wisselende omstandigheden. Nou, dan doen we een proef nu in het voorjaar. En waar blijkt? Nou, ze zeggen, Daniel, ik zie je in één keer weer kievieten. Is wel een momentopname. Maar is wel een heel signaal dat als we op deze manier verder gaan met elkaar in de samenwerking... Ja, dat ook aan die elementen zeker een bijdrage gaat leveren. En dat die weer gaan bloeien uiteindelijk, het landschap en de biodiversiteit. Ja. Dus, zeker mogelijk dus. Niet het eerste doel, maar je ziet wel een kettingreactie in positieve zin. Dat meeveert aan de beweging die de boeren nu al geven, zeg maar. En dat is wel mooi om te zien. Ja. En dat is ook in het heden waar we zitten, dat we toch voldoende handelingsperspectief hebben op verschillende velden. Om stappen te gaan zetten en dat van meerwaarde blijkt. Dus dat vraagt even lange adem en doorzettingsvermogen, maar daar gaan we voor. Ja. En maken alle gemeentes klimaatkaarten waarop de impact van droogte, nattigheid, dreigend enzovoort zichtbaar worden? Moeten we als burgers, boeren daarop wachten voor investeringen? Het antwoord op de eerste vraag is ja. Alle gemeentes in samenwerking met waterschappen en eventueel provincie wordt dat gemaakt. Dat is door heel Nederland. De ene gemeente is wat verder als de andere, dat het al klaar mm-hmm. is. Het is een onderdeel van bewustwording, van waar kan het te warm worden, hittestress, waar kan wateroverlast plaatsvinden, dus de laag gelegen plekken, de zwakke plekken in het gebied. Maar of je daar meteen, of je daarop zou mogen wachten voor eventuele maatregelen, ja, dat hoeft helemaal niet. Ga Henk bellen, ga mij bellen. Het zijn hulpmiddelen, het zijn geen doelen op zich. Het is wel, geef wel een mooi gebiedsdekkend beeld, die klimaatatlassen. Maar je hoeft niet te wachten als dat gereed is. Je kunt vanavond bij wijze van spreken Henk Albrecht doen en mij. Ik heb interesse in een persoonlijk gesprek of met jullie beiden uiteindelijk. Afhankelijk van waar we een bijdrage in kunnen geven, zeg maar. Wacht daar absoluut niet op. Nee. Nee, boeren zitten natuurlijk vaak al generaties op dezelfde plek. Dus die weten drommels goed. Die hebben al heel veel, bijna generaties lang droogte van alle omstandigheden meegemaakt. Dus ze weten zelf wel goed waar hun zwakke plekken vaak in de bedrijfsvoering zitten. Of natte plekken, dat soort zaken. Ja, die hebben de kaarten niet nodig. Nee, ik zou zeggen, net wat Daniel zegt, als je de mogelijkheid er is voor je bedrijf en ziet kansen, pak die nu. Nu zijn ze er en laat het niet voorbij gaan. Nee. Heb ik tot slot nog een laatste vraag voor jullie. Wat is de top 5 van meest effectieve maatregelen op het droge zand? Nou, voor mij gaat gesprek met Henk of mij aan. Dat is het meest effectieve. En de rest is, zijn fysieke maatregelen. Ik heb vooral vanuit mijn eigen kant gemerkt dat we, wat ik zei, 2018 begonnen. Heel rustig aan was ook de bedoeling op de Kaalsloot. En je ziet dat het een enorme beweging heeft gegeven door de Achterhoek heen. En een stukje Overijssel waar we zitten en een stuk Liemers. En dat is eigenlijk de top 1 en eigenlijk meteen de top 5 voor mij. En de rest zijn de voorbeelden op basis van die gesprekken. Het is een beetje een zoektocht naar mogelijkheden op je bedrijf. En ik ben natuurlijk zelf ook boer. En we zitten natuurlijk zelf ook met de situatie van droge zandgronden. En bijvoorbeeld, al het slootmuis wat op ons bedrijf is, dat compensteren we. Dat brengen we op het maisland. We ploegen niet meer. Dus zijn allemaal dingen, zeg maar. Het is een beetje een zoektocht. Wat past bij je bedrijf, maar ook bij jezelf. En hoeveel risico durf je te nemen daarin? We hebben natuurlijk al eeuwenlang bijna land geploegd elk jaar. Ja, en als je daarmee stopt, dan moet je wel even een keer denken van durf ik dat of wel of niet aan. Ja. Dus dat is wel een beetje, zeg maar, kijken wat past bij je bedrijf en je eigen persoonlijkheid. En net wat Daniel zegt, ga gewoon het gesprek aan en dan
kunnen we allicht daar een advies in geven van wat de meest praktische oplossing is. Ja, dus een top 5 noemen heeft niet echt toegevoegde waarde. Het ziet echt op een persoonlijke situatie. Het is gewoon maatwerk. Waar je jezelf prettig bij voelt. Ja, maar het is gewoon maatwerk. Ja, en daar kunnen jullie dus even een andere kijk op het antwoord, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. En uiteindelijk komt het tot uitvoering. En dat is ook zeker belangrijk. Niet alleen het gesprek, maar uiteindelijk leidt het tot uitvoering voor de boer zelf. Of in combinatie met waterschap. En dat is wat er voor ligt. Ja. Ja, het lijkt me een mooie afsluiter van dit webinar. Ik denk niet dat ik het beter zou kunnen doen. Hiermee zijn we dus ook ten einde gekomen. Als het goed is, komt er zo een sheet in beeld met contactgegevens. Dus mocht je meer informatie willen, dan neem hier absoluut gewoon even een kijkje. Mocht er vragen binnengekomen zijn vanuit uw kant die niet beantwoord zijn hier aan tafel, dan zal daar na deze uitzending zeker nog antwoord op komen. Zoals toegezegd, overal gaan wij een antwoord opgeven. Heren. Hartstikke bedankt voor jullie komst en de expertise die jullie gegeven hebben. En voor u bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.